Wat een stomme vraag zeg! Het plan wat we hadden was naadloos overgaan, van de croissants stoppen, was hij aangegaan. Als ik bij Bas ben, dan stelt hij me altijd dezelfde vraag. Aad, wat verdient het eraan? Hij is een van Nederlands grootste jeugdhelden, Aad van Toor, beter bekend als Adriaan. Het is superleuk dat je kijkt, want ik ga hem vandaag interviewen. Hij is 25 jaar lang acrobaat geweest en hij heeft 25 jaar lang acrobaat gespeeld. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de man achter de artiest. Dus laten we hem snel gaan opzoeken. Veel kijkplezier! Mijn naam is Aad van Toor, oftewel mijn geboortenaam Adriaan Gerard van Toor. Geboren 30-10-1942 in Vlaardingen. Nee, ik zeg het verkeerd, in Maassluis. In Maassluis, het gaat bijna fout. Maar uit Vlaardingse ouders. Vlaardingse ouders, ja. En ik heb mijn jeugd wel doorgebracht in Vlaardingen, want direct na de oorlog, waar het ouderlijk huis werd gebombardeerd, is mijn moeder weer teruggereisd naar Vlaardingen. En ik heb hier mijn jeugd opgebracht in de straal van zeg maar een kilometer rond het museum. Nou ja, en u begint al over het museum, daar nemen we natuurlijk nu dat interview op. Ja. Hoe voelt het om uw leven eigenlijk zo in een museum te zien? Nou, ze zeggen wel eens, als het verkeerd gaat, dan zie je je leven in een flits voorbij gaan. En ik heb hier al een tijd. Maar het is heel apart om zo'n langzame wandeling te maken. En dan elk attribuut wat er ligt, is voor de mensen heeft dat een betekenis, ja. Maar voor mij ook. Want ik weet precies wat, een voorwerp, zo'n ring, omwikkeld met een nylonkous en daar tape omheen, is voor een ander gewoon een oud vies ding. Maar op die ring heb ik 25 jaar lang met mijn hoofd gestaan. En als ik die ring oppak en die zet ik op mijn hoofd, dan heb ik nog precies dezelfde afdrukken van mijn hoofd in die ring zitten. Wat natuurlijk, voor de televisie is Adriaan acrobaat. En heel veel mensen hebben niet geweten dat we ook acrobaten waren. En niet gewoon acrobaten, we waren gewoon heel goed in ons vak. En ik heb ook gezegd, als ik nou 25 jaar lang ben ik acrobaat geweest, ik heb 25 jaar lang acrobaat gespeeld, als ik nou nog 25 jaar lang acrobaat kan zijn, ben ik uiterst tevreden. En wat zijn dan de plannen die je nog zou willen doen? Genieten van elk moment van de dag. Ik heb 18 jaar geleden heb ik ernstige ziekte gehad. Ik had kanker in mijn slijmbeurs. Hele zware operatie gehad. Bestralingen. En 3 jaar lang, 's morgens wakker geworden met het idee, hoeveel dagen heb ik nog? En daardoor, ik zeg wel eens, ik ben eigenlijk pas gaan leven nadat ik bijna dood was. En ik heb geleerd, als je iets wil, doe het nu. Zeg niet, dat ga ik later doen. Maar doe het nu voor het te laat is. Want ik heb mijn leven al gewerkt. En toen ik 60 was, zei ik, jongens, ik ga nou ook weer stoppen met werken. Want ik heb mijn leven al gewerkt, 12 uur per dag, 7 dagen per week. Ik wil nu gaan leven. En toen ik die beslissing had genomen, toen ben ik door kanker gehad. En toen viel niks met het leven. Dus de enige raad kan geven, is als je iets wil, doe het nu. Voor het te laat is. Ik ga even terug naar uw jeugd. Ja. Wat had kleine Adrie van Toor op de kleuterschool voor verwachting, wat hij later zou gaan doen? Het was een enorme droom. Ik kon dus wegzwijmelen met een idee dat ik, als ik naar de bioscoop was geweest en ik had een koude film gezien, dan was ik een paar dagen aan het dromen dat ik in het Wilde Westen woonde. En ik heb later ontdekt, ik had ook een hele goede verbeelding. En als ik in de klas zat, dan kon ik me zo afsluiten, ik merkte de klas niet. En het gebeurde nog regelmatig dat ik aangesproken werd van, hey, dromen. En dat klopt helemaal. Maar wat dacht u dan, want u droomde dus veel, maar wat dacht u dat u later zou gaan doen als beroep? Nou, het was een droom waarvan ik van dacht, dat is nooit te verwezenlijken. Want Aad van Toor is geboren in wat je noemt een arm gezin. Mijn vader is gestorven in de oorlog. Hoe die gestorven is, dat heeft nogal wat problemen opgeleverd na de oorlog. En wij hebben dus, zeg maar, ik heb het in het boek geschreven. Voor iedereen duurde de oorlog 5 jaar. Voor ons duurde de oorlog 13 jaar. Met armoede, ellende, bijna geen eten. Maar ik moet zeggen, ondanks dat, kan ik terugkijken op een ongelooflijk gelukkige jeugd. En waar komt dat geluk dan vandaan, uit de jeugd?
Als ik aan mijn moeder vroeg, ma, ik zou dat graag willen. Dan zei ze, lieveling, en ik had je graag willen geven. Maar daar hebben we een centje relatie voor. Ze was altijd open en eerlijk en vertelde waarom het niet was. En als het gebeurt, ik zie nog wel eens een keer dat een kind wat vraagt, dan moet nee, krijg je niet. Zeg er dan bij waarom niet, ja. Dan begrijpt het kind het. Uw boek is natuurlijk Moe, ik kan een salto. Dat heeft te maken met uw moeder die uw eerste publiek was. En hoe zou u haar als vrouw dan omschrijven, nu we het erover hebben? Het was een 100% moeder. En het was een fantastische moeder. En ik heb eens gezegd, en daardoor een vervelende schoonmoeder. En waarom maakt het haar een vervelende schoonmoeder? Ooit een iets zou zijn tussen mij en mijn vrouw. Dan heb ik altijd gelijk bij mijn moeder. Oh. Dus. Kunt u mij eens meenemen naar de tijd dat u voor het eerst in het aanraking kwam met het circus, toen u bij uw broer Bas ging bezoeken en daar bleef logeren? Nou, het is dus zo dat het circus, wij kwamen, wat ik gezegd heb, uit een heel arm gezin. Mm-hmm. Dus naar een circus toe gaan, dat was er niet bij. Nee. Ik heb er zo'n tent zien staan, maar de inkomen was onmogelijk. En toen kreeg het broertje het idee om met het circus mee te gaan. En mijn moeder was er ontzettend tegen gekant. Ik heb er alle mogelijke moeite gedaan om tegen te houden. Maar ja, Bas was toen de tijd 17 jaar, moet je nou voorstellen, dat een jongen met 17 jaar de deur uit wil. En dat de moeder naar de politie gaat. En dat is de politie mevrouw. Wat is dat? Maar toen de tijd was het nog zo. En ja, mijn moeder is ook een keer naar het circus toegegaan. En met Bas gesproken. En ze zegt, nou ja, ik begrijp je. En ze begreep het zo goed dat ze zelfs het akkoord vond dat ik met vakantie wil. Ja, en dan kom je als klein burgerjongetje uit een arbeiderswoning in de wereld van de circus terecht. En toen stond er bij mij één ding vast. Nooit in de circus. Ik heb daar gezien hoe kinderen dus een acrobatenopleiding kregen. En dat ging gepaard met ontzettend veel klappen. Elke oefening van Antoinette en Josetje Boltini eindigde in die grote huilpartijen. En toen hebben ze gezegd, nee, voor mij hoeft circus niet. En dat hebben we dus volgehouden. We hebben als acrobaten nooit in een circus geweest. Tot ik zo stom was om een serie te gaan maken over Bassi en Adriaan. En als ik een circus te gaan gebruiken, ja. En dan krijg je de ellende. En toen was die uitspraak van vroeger, bleek later waar. Ja, helaas. En ik ben niet alleen dat ik in de circus ben gaan werken. Ik ben ook nog circus directeur. Ik heb het circus anderhalf jaar geleid en ik ben van één ding zeker. Ik ben de enige circusdirecteur in de wereld die niet van circus had. ik heb een fout gemaakt. Ik heb ja gezegd tegen het circus. Ik had nee moeten blijven zeggen. Maar als je dan op een gegeven moment ja hebt gezegd, dan moet je niet meer gaan zeuren. Je hebt de beslissing genomen, klaar. Zoals we hier zeggen, wie ze kon wel op de baan zitten. Nou, dat heb ik gezeten, anderhalf jaar lang. Maar ik heb ook door de circus leuke dingen meegemaakt. Onlangs nog. In de tijd van het circus kwam de jongen naar me toe van een jaar of 18. Hij zei, meneer, ik wil graag in het circus werken. Maar ik zit nu nog in militaire dienst. Ik wil nu de weekenden. Maar dan over 2 maanden kom ik uit de dienst en dan wil ik in vaste dienst komen. Ja, ik heb me aangenomen en die jongen was helemaal gek van het circus. Harde werken, goed inzicht. En binnen een maand zei de tentmeester, Aad mag ik Jan als mijn assistent. Die jongen is geweldig. 2 maanden later werd de tentmeester ziek en onder leiding van Jan werd de tent problemen opgebouwd. Het circus was afgelopen, er gaan jaren voorbij en een paar jaar geleden kom ik Jan tegen. En ik herkende hem gelijk na al die jaren. Ik zei, jee Jan, hoe is het met jongen, wat doe je? En nou, ik ben nog steeds trouw aan de circus. Ik zei, oh wat zielig. Ik zeg, wat doe je? Hij geeft me zijn kaartje. En toen ik las wat erop stond, was ik heel erg trots. Flying Senior Tentmaster op Cirque du Soleil. Hij vloog 4-5 keer per jaar de wereld rond. Wow. Om waar ook in de wereld die grote circus tent van Cirque du Soleil te bouwen. En het geluk was met ons, want 3 maanden later belde hij me op. Hij zei, Aad, ik heb juist mijn lijst binnengekregen. Over 14 dagen ga ik de tent opbouwen in Malaga. Vlakbij waar ik woon in Spanje. Mm-hmm. Uiteraard ben ik daar toe geweest. En heel erg trots op het. Hoe was het om in jullie beginjaren, naast de optredens van de Crocsons, ook nog ander werk te moeten doen om rond te komen? Ja. Daar heb ik nooit over nagedacht. Het was belangrijk dat er geld binnenkwam.
Maar ja, je vond het jammer als je dan weer naar de fabriek moest. Omdat er geen werk was, wat er in de zomer gebeurde. Het tegenovergestelde van nu, want nu is de zomer de topleg voor de artiesten. Maar toen de tijd was de zomer, had je niks te doen. En waarom? Alleen in de winter. Toen had je nog buurtverenigingen, die hadden feesten. En fabrieken. Er waren zelfs in de buurt van Waalwijk, had je heel veel schoenfabrieken. En om personeel te werven, werd er gezegd, bij ons hebben we 5 keer een feestavond het jaar. Daar concurreerden ze elkaar mee om meer personeel te krijgen. En in de zomer, ja, dan was dat niet zo. Dan ging iedereen op vakantie of ze gingen kamperen. Maar niet aan een voorstelling. Wat is uw mooiste internationale herinnering die u heeft aan de tijd van de Kroegsons? Maar één ding waar ik, laat me zeggen, wel trots op ben. We stonden met een soort gewaterde. Meestal slot in het programma. Dat wil zeggen, je bent het topnummer. Behalve in Zwitserland, daar was een ander nummer. En die stond er slot. En wij ENA. Waar stonden we slot met ons komische nummer van het eerste programma. En dat nummer was Siegfried de Roy. En Siegfried de Roy, die zijn later 5 keer uitgeroepen als het beste variété nummer van de wereld. En dan gaan er jaren voorbij. En dan ga je als Bastianali een opname maken in Las Vegas. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn om het nummer in te krijgen. En na veel pijn en moeite is het ons gelukt om een afspraak met hen te krijgen, want ze hebben er helemaal afgeschreven. Dat waren gigantische grote sterren in Las Vegas. En ik zeg, jongens, ik zeg, dat en dat is de bedoeling, willen jullie daar je medewerking geven? En dan was het gelijk van, Adriaan, Bas, voor jullie doen we alles. Ja, en waar komt dat door? Dat komt toch door een specifiek moment met hun, wat u heeft... Ah, goed, ik heb dan bij hun, heb een jachtrijpaard gered, waardoor ik hun nummer gered heb. Maar buiten dat, we waren altijd hele goede collega's. En we konden nog goed met elkaar opschieten. Ook voordat het gebeurde. En ik heb in hetzelfde zeker ook een leuk ding meegemaakt, want er stond ook nog een jongleur, waar we heel veel mee gewerkt hadden. En wij hielden altijd een competitie. Mm-hmm. Dan kwamen we echt van toneel met een stopwatch en dan de seconden van de pauze. En we hadden altijd gewonnen. Altijd met 1-2 seconden. En toen kwamen we daar aan, toen stond hij in een hele grote nachtclub met 1300 zitplaatsen. En toen zag ik hem optreden. En dat was de eerste keer dat ik het jammer vond dat ik geen acrobaat was. Ik wilde nog 1 keer de competitie aangaan. En weet je nog hoe lang het applaus gemiddeld was? Nou, we zaten toch wel met 45 seconden. En dat is een hele lange applaus. Toen wij voor de eerste keer als acrobaat in Spanje kwamen, toen werd er gevraagd, hoe heet je? En ik zei, Aad. Aad. Dat is toch geen naam. Hoe heet je volledig? Ik zei, Adriaan. Want dan heet je toch Adriaan? Maar die gaan die naam niet inkorten. Dus in Spanje hebben ze hem altijd Adriaan genoemd. En ook nu in Spanje ben ik toch steeds Adriaan. Adriaan zal altijd zo blijven. Bij een heel andere Adriaan. Ja. En terugkijkend hebben Bassie en Adriaan, dus als duo, hebben die dan de carrière van de Kroegsons in de weg gestaan? Het plannetje wat we hadden was naadloos overgaan van de Kroegsons, stoppen, Bassie en Adriaan. Maar, en dan wilde hij dus stil Bassie en Adriaan voorbereiden. Maar ja, Bassie en Adriaan was binnen 2 weken waren ze gelijk ontzettend populair. En dan, ik heb het in mijn boek al beschreven, dan sta je in het congresgebouw in Den Haag. Een fantastisch theater. En er was een geweldige bühnemeester. Die werd heel mooi uitgelicht met een witte kegel van licht van bovenaf. Rode schijnwerpers aan de ene kant, blauw aan de andere kant, dat je een mooie contourlijn naast je had. En dat was altijd genoeg voor staande ovatie. Dus dat waren we gewend en met dat idee ga je aan van jongens, we gaan het weer maken. En dan sta je op de stoer, je wil een handsels gaan maken. En dan opeens de vrouw zegt, joh, dat is Adriaan van Bassie en Adriaan. En dan begint die zaal, hele zaal te zingen van Bassie en Adriaan. Ja, dan heb je de pek in. Hè? Dus als ik die kou nou maar tegen was gekomen, was het nek nog gedaan. Is daar de baron ontstaan misschien? Ja. Ik had ze graag kennis laten maken met de wereld. We gaan nu naar het stukje Bassie en Adriaan, we hebben het er al even over. Jullie liepen natuurlijk allebei in kostuums door grote steden. En wat is de gekste reactie of anekdote die u heeft meegemaakt als in acrobatenpak? Nou, je bent voor het publiek ben je zo 100% Bassie en Adriaan, dat ze je in een andere positie niet willen zien.
Ik was niet alleen Adriaan, ik was ook regisseur. En dan zei hij, dames en heren, allemaal stilte alsjeblieft, we gaan beginnen met de opname. Hij maakt een geintje. Dat wilden ze niet geloven. Op dat moment werd ik door het publiek niet geaccepteerd als regisseur. En dan gebeurde het wel eens dat ik zei van, jongens, alsjeblieft, willen ze vriendelijk zijn, allemaal die terrein verlaten. En dan krijg je, nou, tv'tjes waren we ook weer niet. Maar je bent aan het werken en niemand ziet dat als werken. En je bent aan het spelen. He, dat, Bas is een domme gang, die kent dat toch niet allemaal? Dat waren wel eens de moeilijkheden als je in je pak loopt. Maar ja, ook dat hoort er weer bij. En ook daar raak je aan gewend. En natuurlijk zijn er dus, heb je ook daardoor eens dingen meegemaakt. Waar je later spijt van hebt, maar die ik daar nog steeds heel goed kan begrijpen. Weer over Circus verder te gaan. We werkten in Circus Wens. En de directeur van Circus Wens, Nol, was een ongelooflijke fijne man. En omdat hij zo'n fijne man was, zijn we een paar weken bij hem gaan werken. En ik kwam met de mededeling dat hij ongeneeslijke kanker had. En dat hij nog een paar weken te leven had. Op dat moment dan denk je, jongens, dit kan niet waar zijn. En dan loop je helemaal als een zombie loop je naar je kleedwagen. En dan staat er een vrouw aan het hek. Nou, op tv is het leuk, ja, maar dat is chagrijn. Ja, en dan heb ik een opmerking teruggegeven. Dat doe je normaal niet tegen je publiek. Maar ik heb er nou nog steeds begrip voor. Ja, tuurlijk. Dus want voor het publiek kan je niet verdrietig zijn. Je kan geen verdriet hebben. Je moet altijd leuk zijn. Want dat verwachten ze van je. U heeft natuurlijk veel geschreven, Bassie en Adriaan. Dat komt natuurlijk allemaal uit uw hand. Zijn er ook wel eens van verhaallijnen in de prullenbak beland? Constant. En welke dan? Ach, dat zijn wat is niet uitgekomen, wat hebben wij niet gezien? Nee, dat is altijd. Je bent aan het schrijven. En wat ik zeg, om een goed verhaal te schrijven, heb je één ding nodig. Een grote prullenbak waar alles in zit wat niet goed is. En je moet kritisch kunnen zijn op jezelf. En dan ben ik ook geweest als regisseur. Dan was ik aan het monteren. En dan zag ik beelden van Adriaan. Zeg, Adriaan, je staat te klooien, eruit met jou. Dan kon ik heel simpel eruit snijden. Afstand nemen van hetgeen wat je gemaakt hebt. En dan kijken hoe het publiek. Want daar maak je het voor. Niet voor jezelf. En laat me zeggen, wat ik geschreven heb, is misschien wel drie keer zoveel geweest als hetgeen wat uitgezonden is. Maar dat heb ik al voor die tijd, heb ik het weggegooid. En er was nog eens, dan kwam ik op de set en dan waren in het begin acteurs die er bij me kwamen. En om uit te proberen. Ja, weet je wat we ook kunnen doen? Het zo doen. Ja. En we kunnen het zo doen. En zo. En zo. En zo. Alleen die manier heb ik in de prullenbak gehoord, mag ik het niet goed vinden. Dit wat nu in Duidelijk staat, dat vond ik de leukste. En zo gaan we het doen. En kijk weer, ik ga nooit dingen schrijven die niet te produceren zijn. Ik ben ook de producer. Mm-hmm. Dus je houdt met elk ding hou je rekening. Dan gaat de wagen die gaat het water in. Maar hoe gaan we dat realiseren? Dan ga je eerst kijken, hoe kan je dat doen? En een heel ingewikkeld verhaal. In Denemarken moet er een auto het water in. Ja. Maar de wetten in Denemarken, de milieuwetten, zijn er nog veel strenger dan in Nederland. Dan moet een hele motor uitgebouwd worden. De wagen die het water ingaat, daar mag geen geintje vet meer bevatten. Die moet helemaal ontvet worden. En toen zijn we gaan kijken, jongens, dit is niet te betalen. Dus we hebben gedaan, we hebben twee wagens genomen. Een Nederlandse wagen en een Deense wagen. En alleen het kenteken is meegegaan in Nederland. Ja. En die wagen is daar naar de sloop gegaan. En hier een oude sloopwagen, die is het water ingegaan. En uiteraard hebben we dan ook die wagen zoveel mogelijk aan de milieuwetten laten voldoen. Maar die waren hier wat op de wachtige. Maar dan heb je een scènetje van, het bij elkaar duurde 12 seconden. En dan ben je twee dagen bezig geweest. Maar je bent er misschien wel een hele week met productioneel mee bezig geweest. Maar als dat niet mogelijk was geweest, had ik het uitgehaald. Had ik een ander idee gevonden. Hoe vond u de juiste muziek om de scènes te versterken? Weet u bijvoorbeeld nog wanneer dat terugkerende muziekje van de boeven, wanneer u dat voor het eerst hoorde? Ja, maar dat hoorde ik al beschrijven. Hoorde al wat voor soort muziek eronder moest komen? Alle muziek die eronder zit, die maakte ik ook zelf. En dan is weer, Bert Moerenburg, die heeft dan de achtergrond gemaakt van de laatste serie. En toen kwam ik op weg naar de studio, had ik het idee, en ik kan geen noot spelen zo groot als een olifant, geen enkel instrument, dus ik heb alles in mijn hoofd zitten. En zei ik, Bert, we gaan zo verder met praten,
luister even. Ga even zitten achter de computer. Toen, 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 toen. Zeg, maak het maar door dan van. Tjoe. Tjoe. Nou, dan zat hij in te programmeren. En dan zei hij na een paar minuten van, Aad, alsjeblieft, stop. Ik ben daar bloedzenuwachtig van. Zeg, nou, dan zit op het goede spoor. Kijk, en nu zal ik je de beelden laten zien waar het bij komt. En dan draai ik het filmpje als ik. En nu instarten. En dan kwam de muziek erover zeggen. Geweldig! Wauw. Dus ik had het idee al hier zitten. En soms had je in de lieden van deze serie, daar was mijn cameraman in Griekenland aan het freestylen. We waren bij een ruïne en ik zei, Ben, ik zei, wat zijn er te doen? Hij zei, even een mooi shotje maken. En je ziet daar wat je ermee gaat doen. En dat is heel mooi gemaakt, een shot van de zon, met een pilaar van een oude ruïne en de pennen zo weg. En dan zag je zo heel mooi die ringen van de zon erin. Ik denk, dat ga ik gebruiken. Dus je ziet die camerabeweging en dan weer iets terug. En ik hoorde in mijn hoofd. Bam, 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 bam. Nou, ook weer in de studio. Ik beeld de arrangeur. Ik geef op wat ik wil hebben. En even later werd het muziekje naar me toe gemeld. Ik heb het gelijk ondergezet. Wow. En als ik het nu weer terug hoor, denk ik, ja, het ziet er fantastisch onder. Zeker. En mooi dat dat dan zo ontstaat door dingen te zien en dan uiteindelijk het ook te horen. De beelden die vragen om die muziek. Hoe zorgt u ervoor dat u op commando kan schaterlachen? Ook nadat een scène een paar keer opnieuw moet. Wat een stomme vraag, zeg. Het klinkt echt, het komt uit de tenen. Ja, maar dat was maar ook echt. Maar ik kan het niet. Dus nee, dat is... heel veel acteurs kunnen dat niet. Want ik had ook geschreven voor de inspecteur van de stenen in de serie. En die werd gespeeld door Dick Rita. En Dick die kon er bij geen mogelijkheid. Dus het enige wat de mogelijkheid om hem te laten lachen, dat Bas die ging hem op aan het vertellen. Dan kwam er een lachje. En toen had Bas ineens in de gaten een schuilen op, dan lag hij veel harder. Dus voordat die beelden van de kinderen vertoond werden, we zijn er helemaal schuin om op over de tafel gegaan. Ja, en dan lukt het. Ja, toen is het wel gelukt. Maar bij u zit het er al sinds kind af aan in? Ja, dat is nooit een punt geweest. Ja, het is wel heel handig. En huilen gaat ook zo op commando. Dat kwam altijd. Mijn moeder, wat ik zeg, ik heb de schat van de moeder. En het enige wat ze was, wachten nooit op tijd, dat lukte ze nooit. En het gevolg was dat ik bijna elke dag te laat op school kwam. En dan moest ik altijd met een zielig gezicht onderwijzer gaan vertellen wat er gebeurd was. En zo heb ik leren schrijven, smoesjes verzinnen. Dus het is nog ergens goed voor geweest. Ja, natuurlijk. In de scène van de boeven lijkt bijvoorbeeld de auto uit elkaar te spatten. Ja. Dat is natuurlijk in werkelijkheid helemaal niet gebeurd. Maar heeft u misschien nog een paar extra montagevoorbeelden? We zijn op locatiebezoek in Amerika. En we zijn in Los Angeles in Plaza Alamo. Het is een mooi park met die huisjes die naast elkaar staan aflopen, die hele hoge, smalle huisjes. En ik zie gelijk van mooi de stad op de achtergrond. Ik denk, hier ga ik de opname maken. Ik sta te noteren. En Wil van der Pol, de producer aan de stoel geweest van de TOS, komt naar me toe en zegt, Aad, ik heb een probleempje. Ik heb de autodeur dichtgegooid. Ik zeg, dat hoort ook. En ja, maar de sleutel zit in de auto. En de wagen is op slot gevallen. Ik zei, nou, dan wil je me dan één plezier doen. En die wagen zo snel mogelijk open laten maken. Want het is vreselijk koud. En hij belde de brandweer op. Dat moest je voor zoiets in Amerika doen. En die komt aan, grote wagen. En de man stapt eruit. En hij zegt, heer, dat kost u $150. Nu nog één vraag. Wilt u waar voor uw geld of wilt u snel weg? Ik zeg, zo snel mogelijk weg. Oké, okay. En dan pak de lineaal, klik, klak. Hij zegt, waar is het open? Nou, bedacht dat ik weer geweest. Maar dan krijg je dat idee van die wagen die op slot valt, dat laat je dan gebeuren bij de boeven. Zo ontstaat dat. En de boeven die halen, die bellen dus niet de brandweer. Die gaan het proberen zelf te doen. En dan hadden Gaheri, en de spinstof-expert, die doet dan een beetje spinstof in het slot. Alleen is hij te veel en blaast de hele wagen op. Ja, maar het heeft natuurlijk ook met de montage te maken. Want als kind, als je daarnaar kijkt, dan lijkt het voor je ogen te gebeuren. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dus dat is best interessant. Ja, maar eigenlijk is filmen een soort goochelen.
Ja. Nee? Een Ulyssenwesje. In de serie van de Schatkaart, daar zie je een auto wegrijden. Ja. Je ziet dat de bumper is vastgebonden. Je hoort een gigantische klap. En je ziet alleen een chassis verder rijden. En als ik nu aan fans over die scène heb, dan zeggen ze, ja, toen zeggen ze, jullie hele wagen uit elkaar vieren. Nee, dat hebben ze zelf verzonnen. In talkshows en interviews wordt vaak dezelfde vraag gesteld. Bijvoorbeeld, wat is het succes van Bassie en Adriaan? Of hebben jullie nog steeds ruzie? Welke vraag zou u willen dat er eens een keer gesteld wordt? Ja, maar weet je wat het is? Het zijn vragen die zijn ontstaan door de pers en worden weer gesteld door de pers. Ze hebben toen gezegd, ja, jullie hebben ruzie met elkaar. Ik zeg, nee, je hebt het verkeerd. We hebben wel eens dagen dat we geen ruzie hebben. Wij zijn broers. En als de ene dat dan zegt, ja, kom je daar nog bij, jongen. En we hebben 5-6 minuten een gigantische discussie. En dan is het over. Er is geen probleem. Alleen, als wij iets tegen elkaar vertellen, gaat het nog wel een beetje, ja, heet gebakerd. En er zijn natuurlijk ook door omstandigheden dingen die gebeuren, dat je verstikt van de zenuwen. Ik heb het meegemaakt met een zakje water nemen. Toen we Bassie en Adriaan waren, had je niet de tijd om te repeteren. En dan sta je boven op de stoel, hè? Op de rand van het toneel, op 7 meter hoogte. En je twijfelt aan je kunnen. En dan hoor ik naast me zeggen, Ad, ik durf het niet. En dan ga je tegen hem schelden. Je gaat hem kwaad maken. Opzettelijk zeg je hele vervelende verwijten tegen hem. Dat hij kwaad wordt, door het kwaad worden, heb je weer de kracht om die afstand te maken. En dan ben je er gelijk met zo'n broertje, schiet toch een lesje. Hé, bedankt. Dat is natuurlijk een ander ding, maar we hebben toen de tijd, hadden we een oneenigheid. En ik vertel dat zo tegen een journaliste. En die belde me later op, zei ze, meneer Van Toorn, dan gaat iets helemaal verkeerd. De hoofdredacteur heeft een hele interview aan de kant. Die hebben alleen dat is geschreven met dat regeltje, ze omheenigheid met elkaar. Heb die uitgelegd, dat staat morgen op de voorpagina van de AD. En inderdaad, dus Bas zei, is dat veel onzin? Ik zei, ja, ik snap er ook niks van. Ik ga naar Bas toe, we bellen het AD op. En de hoofdredacteur die was er niet. Hè, bedrijf. En het komt ook op TV Rijnmond. Dus we bellen samen TV Rijnmond op en de redacteur was er niet, maar die werd wel thuis gebeld en die had gezegd, laat hem opstaan, want er wordt goed naar gekeken. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar het heeft in de AD gestaan, het was op Rijnmond, dat zal wel waar zijn. Ja. En dan kun je daarna zeggen wat je wil, het blijft zo. Maar als u dan interviews heeft, dan worden natuurlijk die vragen iedere keer opnieuw gesteld, maar welke vraag is dan eigenlijk nooit gesteld? Waarvan u had gedacht, van, nou, had die vraag een keer gesteld in de tijd die we hebben qua interview? Ja, maar dat gebeurt nooit. Als je dan met de schrijvende pers dat zegt, dan wordt het nog geschreven. Nee. Dus dat heeft geen zin om het te zeggen. Er is een deel van de pers. Als die me bellen, zegt jongens, dank je. Maar dit is weer heel ander. Bij RTL heb je Aaron. Ja, Aaron. En die jongen, ja, die is fantastisch. 100% betrouwbaar. We hadden vroeger, hij werd door iedereen gezien als een paparazzi en dit is Joop van Tellingen, de fotograaf. Mm-hmm. Joop was de meest betrouwbare man die in het vak rondliep. Dat was echt onze gabbe. Joop is een weekje bij ons over geweest in Spanje. We hebben ontzettend fijn gehad. Ik weet wel, op dat moment had ik een greet and meet met een stuk of 6-7 studenten. En die waren speciaal van Alicante 500 kilometer door het binnenland in augustus gereden met 40 graden hitte. Voor een meet and greet. Ik had afgespeeld op een terras. En Joop was toen bij me. En hij zei, ga even mee. En ik kom op het terras. Ik zei, jongens, sorry. Ik zeg maar, ik heb hem vannacht gevonden in de vuilnisbak in mijn tuin. Nou, dus, en die jongens had eigenlijk met zulke ogen te kijken. Van, hè, ga artiesten met zo'n fotograaf goed met elkaar om. En toen hadden ze heel snel in de gaten hoe Joop echt was. Maar helaas, heel veel van die journalisten hebben niet meer. Onzin verhalen, het schrijft makkelijk. He, en er wordt tegenwoordig, vooral met internet, wordt er niet meer, ja jongens, hij heeft het geschreven, hij nou, is wel waar, zo heb ik het. En dat wordt aangenomen. En als je dan zegt, het is niet waar, dan ben ik degene die liegt. Uw vrouw Ina was uw rechterhand en is waarschijnlijk nog steeds uw rechterhand. Nog steeds. Taalfout uit, scripts halen, regieassistent, thuis klaarstaan voor optredens. Hoe zou u haar als echtgenoot omschrijven? Even serieus dit. 3 jaar geleden voelde ik me niet lekker.
Toen ben ik naar de dokter gegaan, die hebben doorgestuurd naar een cardioloog. De cardioloog die zei dan, het is beter om te katheteriseren. Dan kunnen we beter zien wat het probleem is. En ze ontdekten dat ik 3 ernstige verstoppingen had bij mijn hart. En het gevolg was een open hartoperatie. En ik dacht dat er enorme wachttijden op stonden, maar het was, nee, je gaat nu gelijk naar Erasmus en dan word je morgen geopereerd. Ik zei, mag ik dan mijn vrouw even bellen? Want ze had me afgezet alleen voor een onderzoek bij het ziekenhuis in Schiedam. Het is me wel gekomen en daar heb ik eigenlijk haar verteld wat ik, Ina, door jou heb ik de laatste 40 jaar heb ik een heel gelukkig leven gehad. En je bent niet alleen mijn vrouw, je bent mijn maatje. En dat is het nog steeds. Mensen begrijpen soms niet hoe belangrijk het is om respectvol met je partner op te gaan. Ja. En hoe gelukkig je daardoor als je ouder bent. Want dan heb je elkaar heel hard nodig. Ik had 18 jaar geleden kanker, maar kanker heb je niet alleen, dat heb je samen. En ze hebben me fantastisch door die tijd heen geholpen. In 2002 werd kanker geconstateerd. Mm-hmm. En daarop volgde dus 3 jaar met hevige pijn. Geen smaak, geen speeksel, bijna niet kunnen praten. Ongelooflijke pijn in mijn mond. En na 3 jaar begon dat heel langzaam minder te worden. Ik kreeg zelfs speeksel terug. De smaak van mijn eten kwam weer heel langzaam terug. En na 3 jaar kreeg ik van dokter Meemers, de man die me mijn leven heeft gered, die me geopereerd heeft. Hij heeft me even door. Hij zegt, we zijn nu 3 jaar verder. En wat mij betreft ben je genezen. En dan gebeurt er iets geks, want elke ochtend word je wakker met het idee, ik heb kanker, hoe lang heb ik nog? En dan wordt eens tegen je gezegd, je blijft leven. En hij zegt, het wil niet zeggen dat je geen kanker meer krijgt, maar de kans dat jij nog kanker krijgt, is net zo groot als bij mij. Hij zegt, ga nu even deelnemen aan het leven. En ik heb een dik half jaar nodig gehad om weer te gaan denken, wat ga ik doen? Mm-hmm. Want ik heb wel gezegd, ik zie wel. En als ik iets wilde, deed ik het gelijk. Dus ik had geen plannen. En toen moest ik de plannen gaan maken. En dat heb ik toen gedaan. Een van de eerste wat ik gedaan heb, een grote rit naar Amerika. En dan ben ik wel met de opname ben ik op de mooiste plekken geweest. Maar ik heb ze alleen maar gezien door de camera. Ik heb er geen tijd voor om ervan te genieten. En toen zijn we dus een reis gaan maken. En daarna nog een reis. En daarna nog een reis. En daarna nog een reis. En dan kutreisje tussendoor als afwisseling. Lang wel kort te maken. Ik ben inmiddels in alle 50 staten van Amerika geweest. Als ik in Spanje ben, maken we ook regelmatig uitvluchtjes van 4, 5, 6 dagen. Om daar alles te gaan bezoeken. We stappen ook heel veel in de wagen. En dan zie ik een weg op de kaart. Die gaan we heen. Waar gaat die naartoe? Geen idee, maar we zien het wel. Ja. En dan op de meest absurde plekken. Leven gewoon. Leven. Leven. Hoe is het om dan na jaren samengewerkt te hebben uw broers gezondheid zo achteruit te zien gaan? En wat doet het met u? Dat is heel erg. En als ik bij Bas ben, dan stelt hij me altijd dezelfde vraag. Aad, waar verdien je te lang? En als er nou eentje is geweest die altijd goed is geweest voor andere mensen, is dat Bas geweest. Dat wat heel veel mensen niet weten. En de reden is dat wij juist zeiden van, je mag er geen publiciteit aan geven. Elke week bezochten wij 1 of 2, soms 3 kinderziekenhuizen in Nederland. In de buurt van de voorstelling waar we werkten. Op 1 voorwaarde. Ze mochten er geen rugbaarheid aan geven. Wij kwamen daar en hadden we grote dozen met videobanden, dvd's, cd'tjes, speelgoed en alles wat er op dat moment van Bas niet alleen was. En dan maakte je ook kinderen bij die heel ernstig gevallen waren. En daar namen we alle tijd voor. En Bas, die heeft dat altijd blijven doen. En nu zou eigenlijk, hij moest eigenlijk een Bas tegenkomen om hem weer een beetje op te volgen. Want hij is bijna helemaal verlamd, kan alleen zijn rechterhand nog bewegen voor de afstandsbediening van de tv. En ook daar beginnen nu de pijn in te komen. Dus het is geen fijn leven. En dat gunt niemand hem. Er zijn intussen heel veel mensen waar u vroeger mee heeft samengewerkt overleden.
Hoe is het dan om zelf ouder te worden en daarmee om te gaan? Toen ik jong was, toen zei een oude collega van oud worden is niet erg, maar de wereld om je heen zien sterven. En toen begreep ik dat niet. Inmiddels weet ik het wel. Ik was een van de jongste artiesten van de oude generatie. En in de tijd dat ik het vak in kwam, was ik 16 jaar, waren al mijn collega's zo 30, 35, 40. En ik heb een lange tijd nog collega's gehad die 80, 90 jaar waren. Maar ook die zijn er niet meer. Een van de oudste collega's waar we tot het laatste toe mee omgegaan, dat was Annie Reuven. En Annie is 93 geworden. Ja. Maar ook zij is er helaas niet meer. En nu hebben we nog het proefje wat over is, maar ook daar de een naar de ander die valt weg. En dat is in de tijd van Willeke Alberti, Anneke Grunloos, Rob de Nijs, de Lord. Blue Diamonds, nou, zijn die ook niet meer. Anneke Grunloos, inmiddels ook overleden. Dus ja, het wordt stil om je heen. Als er iets is wat ik kan verbeteren of kan voorkomen, dan zou ik me 100% ervoor inzetten. Maar hier moet je in berusten. Het kan niet anders. Toen de tijd Annie de Reuven, die zei, ik werd verdrietig toen ik de eerste collega's van me overleden. Ze zei, maar inmiddels ben ik in de leeftijd gekomen dat ik roep, ja, en ik ben er nog. Je wil dus niet weg in dat verdriet wegkruipen. Probeer je optimistisch te zijn. En met het optimisme is ook een overlevingskans. En kijk, één ding is zeker, we gaan allemaal. Maar dan ga ik weer even terug naar mijn operatie. Toen zei ik ook tegen mijn vrouw, ik kan terugkijken op een heel fijn geslaagd leven. Met een gelukkig huwelijk en een hele, hele mooie carrière die ik gehad heb. Dus als ik mijn ogen niet meer open doe, hoef ik niet verdrietig te zijn. Want ik weet die dag gaat komen. En ik heb geleerd toen ik dat had, om toch even een beetje serieus af te sluiten. Er was een wethouder in Vlaanderen, John Ranshuizen. En toen ik kanker had, toen belde hij me op. Hij zei, Raad, ik heb gehoord wat je hebt, ik weet niet in wat voor stadium. Maar ik heb diezelfde rotziekte, maar terminaal. En ik kan je niet veel hulp geven, maar wel één ding. En dat is, laat de dood de laatste dagen van je leven niet verpesten. Ga alle leuke dingen doen die je kan. En ga niet zitten tobben. En dat heb ik, dat is niet iets dat je zegt van klop je om en zo ga je leven. Maar ik ben wel daar naartoe gaan leven. En ik maak me absoluut geen zorgen meer voor de dood. En ik geloof niet in een leven na de dood. Het is gewoon, hup, licht uit, klaar, donker, afgelopen. Maar ik ben er niet bang meer van. En ik geniet toch elke dag van het leven. Want u wordt bijna 79, 30 oktober. Ja. Welke toekomstplan heeft u dan nog met uw vrouw? Nog heel lang gelukkig zijn. Zo lang als kan. Als u nu tegen uw kleine Adrie van Toor een levenstip zou geven, als u nu naar uw jongeren zelf kan kijken, wat zou u hem dan meegeven? Dan zou ik zeggen, jongen, blijf zo doorgaan. En heeft u nog een levenstip voor mij? Wat moet ik onthouden? Dat in het leven gaan er heel veel dingen fout. Leer van die fouten en schuif de fouten nooit op een ander. Het trekt er zelf je lering uit. En als je dat doet, heb je een fantastisch leven. Super, dankjewel. Dit was hem. Oké. Dit was het interview met Aad van Toor. Wil je één van de gesigneerde foto's winnen? Dat kan. Kijk dan even in de videobeschrijving hoe dat moet. Vond je deze video leuk? Vergeet dan zeker niet even die duimpjes omhoog te doen en te abonneren op dit YouTube kanaal. En vergeet niet, hè, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Laters!